Nou, het probleem van de fronsrimpel is, zoals het al zegt, de frons. Ja, je hebt meerdere fronsrimpels. Je hebt het U-patroon, V-patroon, omega-patroon, opposing factors patroon. Dat is allemaal niet zo heel belangrijk, maar is wel leuk om te weten. Dus dat kan ik altijd, als je op spreekuur komt, mensen op spreekuur komt, kan ik je dat helemaal uitleggen. Maar wat je vaak ziet is dat de fronsrimpel niet zo erg is, maar dat mensen het gevoel hebben dat ze zo boos worden of dat ze moeder uitzien. En dat vinden mensen natuurlijk vervelend en daarom laten ze er wat aan doen. Er zijn meerdere manieren daarvoor. Hangt ook weer een beetje van de zwaarte af, maar de eerste keuze is toch gewoon simpel azalure of botox. Heb je nog meerdere vormen van azalure, botox en bocouture. En over het algemeen werk ik meestal met azalure. Dat geeft gewoon hele goede resultaten. En je kan dat in een lichte dosering of in een wat zwaardere of in een normale dosering doen. Ook afhankelijk van wat je wensen zijn. En als dat mensen zeggen van ik wil geen azalure, dan hebben we nog wat alternatieve middelen. Bijvoorbeeld Belotero. Belotero is gewoon een rimpel, is een middel waarin je gewoon echt die oppervlakkige lijntjes ook goed kan behandelen. Ik raad over het algemeen wel aan om een kleine voorbehandeling met botox te doen of met azalure te doen, omdat je dan eigenlijk het middel gewoon beter blijft zitten. Gewoon dat de fronsrimpel weg is. Eigenlijk zijn bij vrijwel alle patiënten gaat die rimpel weg. Nu is het wel belangrijk dat als mensen echt een diepe, diepe rimpel hebben, dat we niet altijd kunnen garanderen dat die direct in één keer weggaat. Maar over het algemeen zijn de mensen, zeker na een half jaar, daar kan ik echt een harde garantie op zetten, zijn ze gewoon echt rimpelloos.